Every day I'm shuffling. Yo guys, en welkom bij een nieuwe commentary van MG Masterful. Ik ben Jill en ik breng vandaag eens een Modern Warfare 2 gameplay met de FAMAS Silenced, met de mooie Autumn camo erop die in MW2 toch zo speciaal was als je die op je gun had. Met stun grenades, Semtex en mijn perks zijn Slide of Hand Po van Teletubbies, la Po Dipsy. Dat was echt vroeger mijn favoriet programma, maar anyway. Dus met Slide of Hand Pro, Stopping Power Pro en ik denk Ninja Pro, denk ik. Dat waren toch zo'n beetje de beste perks van MW2. Mijn eindscore is redelijk goed, 43-5 voor een Team Deathmatch. Mijn eerste game MW2 sinds maanden. En eigenlijk, vroeger was ik niet zo'n MW2-fan, maar eigenlijk was het nog wel eens tof om die game nog eens terug in te steken. En die overpowerde FAMAS nog er eens bij te nemen. En ja mensen, mijn account is gehackt. Ik zelf heb dat niet gedaan, ik zat in een prestige lobby, dus dat niemand niet zeggen. Maar ja, kan ik ook niet aan doen. Ik heb gewoon ondertussen lekker alle attachments en alle wapens. Komt handig uit, maar het was niet echt mijn bedoeling, maar maakt niet uit. Vandaag heb ik als onderwerp dat ik eigenlijk mijn kanaal een beetje in een nieuw jasje wil steken. Wat bedoel ik met een nieuw jasje? Niet met een nieuw jasje dat koud is ofzo. Top joke van de commentary. Nee, ik wil gewoon een andere background, ik wil een andere intro en ik wil ook een andere graffiti... Ja, een andere graffiti tekst is het niet, want ik heb nog geen graffiti tekst, maar ik wil zo... Ja, een echte graffiti tekst is het niet, maar ik wil zo een watermark zo rechtsboven kunnen zetten. En moest iemand die voor mij kunnen maken, contacteer mij in de comment of in de comment section of in een private message. Maar het moet wel echt wel iemand zijn die dat liefst zonder template, geen template intro zoals ik nu heb, dus een intro kan maken zonder template te gebruiken. Dat zou altijd nice zijn. En dan ook zo'n watermark van MG Masterful dat ik daar altijd mooi rechtsboven kan zetten. En ook een nieuwe background, ook allemaal zonder template. Liefst contacteer me als je dat wilt doen. Dat zou echt nice zijn. Ik heb veel opmerkingen gekregen dat mijn kwaliteit niet zo goed is. En ondanks HDPVR, dat het toch nog altijd niet echt zo heel goed is. En dat is waar, ik heb al een hele tijd aan van die render settings zitten sleutelen, maar... Het lukt mij gewoon echt niet om de juiste te pakken te krijgen. En nu had ik van So-Called Comrade, link nu in het beeld, andere redder settings gekregen. Nee, andere render settings gekregen. Wauw, ik ben echt wel in de examenmoed nog. Ik kan dus niks meer zeggen, de examens zijn gedaan, fuck. Had ik andere render settings gekregen. En dat waren er van Steve Schwint. Steve Schwint is een hele goede YouTuber. En dat zijn ook hele goede settings. Ik heb ze gebruikt. Ik heb er een test mee gedaan. En die zijn dus echt nice. Maar wat ik niet kan vermijden bij mijn HDPVR. Dat is dat er opeens, zelfs als de kwaliteit goed is. Dat er dan opeens iets raar gebeurt. Zo ineens zo een flikkering. Dat er ineens zo een deel van het scherm zo... verschuift zo. Bijvoorbeeld nu zie je zo 6 minuten 40 beneden. Die 4 zou iets naar die 0 geschoven zijn. Dat is zo soms met mijn HDPVR dat soms het beeld zo'n beetje in elkaar schuift. En ik weet niet, ik heb het nog niet bij andere HDPVR's gezien. Ligt het weer al aan mijn HDPVR? Ik weet het niet, want ja, dat zal weer al kut zijn. Dus ik, ja, ik weet niet, maar hij record in ieder geval. En op Windows Media Player, waar ik nu mijn gameplay laat op afspelen, ondertussen dat ik de commentary doe, ziet de kwaliteit er heel netjes uit. Echt heel mooi. Puur HD, maar ja, dat is ook normaal, want YouTube die neemt sowieso een beetje van je kwaliteit af. En ik probeer gewoon optimale kwaliteit te geven. En nu gaat dat misschien beter zijn. Ik heb al terug een nieuwe test gedaan voor TGN, mijn video. En die heb ik dan op private gezet. En dan heb ik gekeken van... de kwaliteit is zo goed. Het is echt wel een verbetering, dat zie je wel. Maar... terug, die rare dingen zijn er terug in het scherm. En ik weet echt niet van waar dat komt. Ik zou het echt niet weten. Ik ben er altijd naar op zoek aan het kijken. Misschien, ja, ik record nog met het softwareprogramma versie 1, zogezegd, van de HowPawk HGPVR. En dat is Total Media Extreme 1 record. Kan het daaraan liggen? Ik weet het echt niet. Ik denk het niet toch dat het daaraan kan liggen, ik weet het niet. Ik heb er al op zitten zoeken wat het kan zijn. Ik weet het gewoon niet.
Bij sommige opnames is het meer dan bij andere. Misschien moet ik eens proberen om mijn HDPV'er een keer allemaal te ontkoppelen en dan terug in te steken. Misschien dat er ergens een draad gedraaid zit of niet goed ingeplugd zit. Ik heb het allemaal gezien, maar ik weet het echt niet. Misschien als jullie een oplossing weten van, dat kan het misschien nog zijn, Jill, kijk er even naar. Misschien dat ik het wel vind. Ik heb nu, donderdag moet ik achter mijn rapport. Vrijdag heb ik nog even 2 uur school, even zo'n afscheidsding, ik weet dat wel. En ja, ik zit er gewoon nu al mijn ganse dagen aan te denken en aan te zien op YouTube van, wat kan dat nu zijn? Ik zal het uiteindelijk hopelijk wel vinden. Wie zoekt, die vindt, zeggen ze toch. En hier heb ik denk ik mijn tweede P-flow, tweede of derde P-flow denk ik. Denk derde of tweede, ik weet het niet van de game. Eindscoren zijn 43 om 5. Echt, het was echt nog een nice game. Ik ga denk ik na deze commentary, als het aan het renderen is, nog een keer proberen mijn HDPVR goed te krijgen. Dat er toch iets verandert ofzo. En dat ik dan nog even MW2 ga spelen. Oké, jongens, bedankt om te kijken. Help mij, laat in de comments voor een watermark, intro en background. En ik zie jullie volgende keer. Houdoe.